Die maakt nogal wat beweging. Dus mensen schieten ook alle kanten uit. Want er zit een soort stroming doordat hij nu zijn motor wat harder aanzet. En dan merk je ook dat iedereen weer vrolijk is, babbeltjes maakt. Gaan jullie mij helpen met de was? Gaan jullie mij helpen? Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Welkom bij weer een nieuwe dag. Ik loop alweer in de Herne en ik ben onderweg naar het kerkje waar ik gevlogd had met al die mooie spulletjes. Want Anja had mijn vlog gezien, Anja van Silver Lines, en die zag een paar leuke vaasjes. Ze zegt, die wil ik eigenlijk wel hebben. Ik zei, nou, ik kan het voor je gaan halen. Als het er nog is. Dus daar ben ik nu naar op weg. Ik weet niet of ze al open zijn. Het is ochtend. Maar goed, moet lukken. We gaan het proberen. Varen weer. Ik ben bij het kerkje geweest, maar ze waren dicht. Dus ik zal vanmiddag nog even kijken of ik Anja haar vaasjes kan bemachtigen. Het is hier druk op het water. Lijkt me eerst de dag van de bouwvak of zo. Nou, dit is Filevaren in de Sluis. Dat komt, er zit een heel groot vrachtschip hiervoor. En die maakt nogal wat beweging. Dus mensen schieten ook alle kanten uit. Want er zit een soort stroming doordat hij nu zijn motor wat harder aanzet. Hij geeft wat meer gas. Wij doen ook dit. Het is, ja, van die rare kolk. Hier, je wordt gewoon naar die zijkant gedreven. Zie je dat? Ja. Hiervoor gaat alle kanten uit. Je bent voortdurend aan het sturen. En het is, je hebt geen snelheid, omdat het heel langzaam gaat. Het is een enorme opstopping nu. Kijk, die hiervoor ook, die drijft ook alle kanten. Die man is natuurlijk uit alle macht aan het sturen om het recht te houden, maar het werkt niet. Ja, kijk, gaat hij weer. Ja, hup, gaat hij weer, ja. Hij zou wel een heel nauw dingetje hebben, hè, dan. Ja. We zijn er weer, op ons oude plekje, op ons meest favoriete plekje en ook nog op het meest favoriete stukje, het binnenstukje, lekker beschut. Want we wilden eerst hier liggen, maar dat is een beetje op lager wal. Dus we liggen nou prachtig, er was nog net een plekje vrij. Stel jij hier nou weer voor, ik wil een eend filmen, stel jij met je hoofd ervoor. Hey. Nou is die eend weer weg. Ja. Chris is koffie aan het zetten. Dit keer echt. Hoezo echt? Nou, in mijn vorige vlog zei ik, Chris gaat koffie zetten. En vervolgens zet je water op en loopt er bij weg. En toen heb ik koffie staan zetten. Waar? Ja, echt waar. Toen zei ik, dit was een schijnbeweging. Dat weten nou 433 mensen. Dat jij net deed of dat je koffie ging zetten. En dan ga je vanuit dat die mensen allemaal gaan kijken dan? Nee, de helft denk ik. Oh, dat is nog niet gek. Nee, hè? Nou, we hebben de zon. Hoe blij kan je daarvan worden? Hè? Ja, heerlijk. Chris zit op zijn stoeltje voorop. Het breekt helemaal open. En zo blij mee, want gisteren was het best wel koud. En dan lig ik heerlijk uit de wind hier. Lekker
beschut een beetje. Ja, uit de wind, het waait natuurlijk wel, maar dit is magnifiek. Lekker. En dan merk je ook dat iedereen weer vrolijk is, babbeltjes maakt. Er liggen best wel wat mensen om ons heen nu. Het begint wat vol te liggen en allemaal vriendelijk en gezellig. Toevallig die mensen hier achter ons, die hier liggen bij ons in de haven, kwamen we net achter. Hebben ook hiervoor nog in onze oude haven gelegen, in de drijfveer in de Akrum. Daar lagen ze met hun vorige boot. Dus ja, en verderop zijn onze vorige buren van de haven. Nou, gezelliger kan het niet. Hij struikelde. Nou, we zijn weer op de terugreis. Hier, het is echt helemaal opengetrokken 's middags. Dus we hebben heerlijk in het zonnetje op de voorkant gezeten. Ja. En ja, frisse wind. Ja, Christy heeft Formule 1 nog zitten kijken. Die heeft gezien hoe onze Max weer pole position, hoe zeg je dat? Pole position had. Zo, wij waren weer thuis. Ik ben nog even langs dat kerkje geweest. En heb de vaasjes gehaald voor Anja van Silverlijns. Nou, dat is gelukt. Dat is mooi. Die man die wou net sluiten. Hij was de spullen aan het inladen. Ik zeg, mag ik nou? Hij zei, als u precies weet wat u wil hebben, dan mag u nog wel even naar binnen. Dus ik zeg, nou, dat weet ik. Dus dat is gelukt. Daar ben ik heel blij om. En hier zijn ook twee mannetjes heel erg blij. Ja, jongens. Ja, hè. Daar zit die andere. Ja, ze willen brokjes. Nou, dat kan geregeld worden. Ja, loop maar even voor de voeten. Ja. Nou, hoppakee. Brokjes. Wordt geregeld. Kijk eens. Ja. Gronk het straks niet opeten. Zo. En dan moet ik er een bij blijven, want die kleine grijze, die eet altijd alles van die grote witte op. Die grote witte, die eet niet zo snel. Die andere is een skropop. Oh, die zit nou ook al in zijn bakje te kijken. Zo van, wat heb jij? Je hebt hetzelfde hoor. En als Remy het dan op heeft, dan begint hij aan het bakje van Noah. En Noah is zo goed zo, die zegt dan van, prima joh, ik ga wel weg. Ja, je hebt hetzelfde. Precies hetzelfde. Ga je nou wel? Ja, achter de bal aan. Hier is de bal. Pak de bal maar. Vroeger bracht hij hem terug, hè? Dan nam hij hem in zijn bekje en dan bracht hij hem terug. Balletje. Noah, pak het balletje eens eventjes, schat. Oh, ligt hij eronder. En hier hebben wij de knapste hond van de hele wereld. En die heeft net een enorme klap gehad van die witte kat, Noah. Die werd aangevallen met twee poten tegelijk. En maar blazen. Hé? Ja, en je wou alleen maar even snuffelen bij hem, hè? Ja. Het is wat een schat. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag en ik loop in Ter Herne met de hond en we gaan straks weer varen. Celine is vannacht thuisgekomen, die is geland om 10 voor 1.
onze tijd. Dus die komen... Oh, ik moet even wat opruimen hier. Dus ja, vanavond worden de poezenbeestjes weer opgehaald. En wij gaan er nog even een gezellige dag van maken, want het is ontzettend mooi weer. En van de week wordt het ook heel mooi weer, als we aan het werk zijn. Dat zag ik in de berichten. Dus... Kan ik lekker fietsen naar het werk, heb ik wel weer zin aan. Even lekker... met het zonnetje op de bol. Heerlijk. Ik heb natte voeten hier. Het gras is hartstikke nat. En we zijn los, we varen. Och, het is zo mooi weer. Er staat nu wel een lekker windje. En we turven zachtjes aan. Ja, ik denk dat we weer richting gewoon Gruiste Poelen gaan. Ik zal even Romke vasthouden, want er komen wat golfjes aan. Die was ook ineens, stond die naast mij, dus die was stiekem deze kant op gelopen. Meestal begeleid ik hem, maar hij ging zelf dit keer. Lekker hoor, jullie gaan mee. Gezellig. Ook lieverd, gaan we er even af. Goed zo. Nou, we zijn weer op dezelfde plek als gisteren. Gisteren lagen wij daar. Gewoon Gruiste Poelen. En het is... ik zie allemaal van die steekbeesten trouwens. De mensen kwamen al aanlopen. Konden jullie geen afscheid nemen? Maar daar lagen we wat op lage wal. En daarom zijn we hier. En toen was de koffie. Lekker hoor. Senseo aangezet. Ja. En dankzij het zonnepaneeltje kunnen we nou de accu mooi bij je houden. De zon schijnt lekker. Dus ideaal. Kunnen we koffie zetten met de Senseo. Nou, ik loop met Romke. En we hebben lekker een tostietje gegeten. Chris gemaakt. En gewoon zo'n... pantosti, hè? En dan loop ik hier. Nou, komt er een kudde schapen recht op mij af. Het is maar goed dat ik Romke niet los heb. Heb ze nog niet gezien. Er lag wel overal schapenstront wat hij op wou eten. Nou, dan komen ze aan hoor. Oh, ze waren de gang erin. Oké. Te veel lekker richting haven.
fris het lekker voorop met Rompe samen. En het is nog steeds heerlijk weer. Zalig. En straks komt Celine, die komt de katten ophalen. Dus die blijft even eten bij ons. En is het weekend over. Ja. Ja, oh, kijk eens achter mij, die zon op het water. Oh. Gaan jullie mij helpen met de was? Gaan jullie mij helpen? Ja? Ik denk niet dat het goed komt. Er is weer een eind gekomen aan deze video. Dit was deel 2 van ons lange weekend. Ik hoop dat je hem leuk vond. Steek dan even dat duimpje omhoog en abonneer je nog even op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Dat is helemaal gratis. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende vlog. En dat zal weer een bootvlog zijn. Ik wens jullie al een fijn weekend. Blijf gezond en tot de volgende vlog. Doei doei.